ik even showen hoor. Kijk. Dit is hem. Woehoe. Ik vind hem zo leuk. Echt. Het is hoe ik hem bedoeld heb. Zie je zo hier de achterkant nog net een beetje iets hoger en langs je billen zakt hij naar beneden. En ja, je ziet duidelijk dat het twee cirkels zijn met mouwen eraan. En dan die sierrand met parels als boord. En ja, die mooie grote knoop. Ik vind hem echt helemaal te gek. Ik ben er helemaal blij mee. Zo. Woehoe! En dan gaan we nu kerst vieren. Misschien, wacht even, ik zet even de camera iets hoger. Dan zie je mijn gezicht. Want het vest heb je nu al gezien, hè? Kijk, en dan zie je ook mijn puinkast. Zo is het bij mij in huis. Gewoon gezellig. Vind ik vind het in ieder geval gezellig. En ja, dit is rond kersttijd. Nog een week, denk ik. Ja, anderhalve week. Dan is het kerst. En vandaar mijn puinboom. Die hoort bij mijn puinkast en bij mijn puintafel. Het hoort gewoon zo bij mij. Dat is nou helemaal zo. Dit is het vest. Ik wens jullie heel veel plezier met de tutorial. Dit film ik naderhand, want ja, ik wist ook nog niet hoe het zou gaan worden. Maar wie bezet dit stukje dus voor de tutorial? Dus ik wens je heel veel plezier met de tutorial. En ja, maak er wat moois van en heel veel haakplezier. Nou, voor dit vrolijke dubbele cirkelvest, zo zal ik hem maar noemen, heb ik een keer dure wol gekocht. Katia Planet Print. Ik heb er €3,70 voor betaald per bol van 100 gram. En ja, kleur 55, geen idee. 100 gram is ongeveer 200 meter, staat hier. En je moet hem haken met haaknaald 4,5-5. Dus als jij deze wol niet hebt, kies andere wol. Maar kijk wel dat je dezelfde dikte hebt ongeveer. Dan krijg je dus hetzelfde als wat ik heb, alleen dan met andere wol. En ik ga hem haken met haaknaald 5 mm. Dus ik ga het beginnetje zoeken. Even kijken. Waar zit hij? Dat kan altijd wel wat zijn, hè? Oh, hier, kijk. Nou, gelijk een stuk afgerold. Zo kwam makkelijk. Zo. Lusje op mijn haaknaald. En ik begin met een ketting van 4 lossen. Het wordt eigenlijk, het begin is echt heel simpel, hoor. 4 lossen. 1. 2. 3. En 4. En dan in de eerste losse sluiten met een halve vaste. Nou, dat is makkelijk, toch? Zo. Dan gaan we stokjes in het cirkeltje haken. Ik begin met 1 losse om het draad omhoog te brengen. Die telt helemaal nergens voor. Die telt niet mee als steek. Maar is puur bedoeld om een draad vast omhoog te brengen. En dan haak ik nu in het cirkeltje over mijn staartje heen 12 stokjes. Dus echt in de cirkel insteken en 12 stokjes haken. 1, 2, 3. En je ziet gelijk al het speelse, vrolijke effect van die korte stukjes van kleurverloop in die draad, hè? Ik vind het zo grappig. Echt, ik ben er helemaal weg van. Nou, ik ga 12 stokjes haken en dan kom ik bij je terug. 12 stokjes. We gaan de ronde niet sluiten. Als je wil kun je aan je staartje trekken zo. Dan wordt die cirkel hier wat kleiner. Maar dat komt op het laatst, komt dat helemaal goed. Moet je hier nu nog niks van aantrekken. We gaan de ronde niet sluiten, maar we gaan keren. 1 losse om je draad er vast omhoog te brengen en je keert je werk. En dan krijgt ieder stokje krijgt er 2.
zodat je met 24 stokjes eindigt. Dus 1 en in dezelfde, gelijk de eerste, daarin komt 2. Volgende steek, 3. En 4. Volgende steek. 5. En 6. Nou, als je dan helemaal aan het eind bent, zou je, als je helemaal aan het eind bent, hier dus, moet je op 24 uitkomen. Ik ben nog niet helemaal rond, maar ik dacht, ik laat jullie zien dat die laatste steek een beetje aan de zijkant zit. Want die telt wel mee als steek, hè. Maar ik heb er nu 20. Hier heb je nog heel duidelijk een stokje zitten. Nou, daar komt nummer 21. En 22 in. En dan de volgende, die zit vaak een beetje hier aan de zijkant. Deze is dat. Daar doe je de laatste 2 in. 23. En nu ben ik door 1 lusje gegaan en ik moet door 2 lusjes. Dus goed opletten door 2 lusjes. Zo. Dit is 23 en 24. En dan heb je dus eigenlijk een platte cirkel die open is. Zo. En dan gaan we het werk weer keren. En vanaf nu is het eigenlijk een heel simpele formule. We zijn bij de derde ronde, derde rij. Dus de derde steek komt erbij. Zo zeg ik dat altijd. 1 losse om een werk te keren, draad omhoog te brengen. Gelijk in de eerste steek komt de eerste. In de volgende komt nummer 2. En ik zei net al, nummer 3 komt erbij. Dat betekent dat de derde steek, het derde stokje, die komt erbij. In dezelfde steek als nummer 2. Dus, de eerste in de volgende. De tweede in de volgende. En de derde, die komt erbij. En zo haak je je hele rij. De eerste in de volgende. De tweede in die erna. En de derde, die komt daarbij. Bij de tweede. Nou, haak zo je rij. Helemaal tot aan hier. En dan eindig je met 2 steken in die allerlaatste, die een beetje aan de zijkant kan zitten. Nou, einde van de derde ronde. Ik ben geëindigd met 2 steken hier. Op het eind, in die steek die een beetje aan de zijkant kan zitten. En zo moet je echt iedere ronde eindigen. Met 2 steken in je laatste steek. Als dat niet zo uitkomt, heb je een fout gemaakt. En dan moet je terugkijken, waar zit de fout? Want dit moet gewoon echt een mooie platte cirkel zo worden. Met een opening. En ja, wat ik net al zei, die formule is echt heel simpel, want we gaan nu naar de vierde rij. 1, 2, 3 hebben we gehad. We gaan nu naar de vierde en dat betekent dat de vierde steek erbij komt. En in de vijfde ronde, rij, komt de vijfde steek erbij. En in de zesde komt de zesde steek erbij. En zo tel je steeds verder. En hoeveel rondes ga je dat doen? Nou, voor mijn maat, maat 42, 44 ongeveer, heb ik 17 van die rondes met haaknaald 5 mm en die Katia Planet Print. Ik zal het nog 1 keer laten zien.
Engelsen om je werk te keren. En dan gelijk in die eerste steek komt 1. In de volgende komt 2. In die erna komt 3. En we zijn in de vierde ronde, de vierde rij. Dus de vierde die komt daarbij. En dit blijf je dan herhalen. 1. 2. 3 op een rij. En de vierde komt erbij. Nou, dit doe je voor mijn maat 17 rondes. Rijen. Zo simpel eigenlijk. Dan heb je een hele grote cirkel. Kijk eens een beetje uitzoomen. Hè? Dan heb je dus een grote cirkel waarvan dit, die opening, dat wordt de oksel. We gaan hem zo dubbel leggen. Zo. En dan wordt dit de oksel. En zo kun je het opmeten. En ook als je hem dan zo plat legt, dan moet dit gedeelte moet de helft van je rugbreedte zijn. Dat hij lekker zit. Dus neem een vest of een trui of een t-shirt wat lekker zit. En leg hem dan zo ernaast. Dit is de zijkant. Hier is je armschat. En dan moet deze breedte de helft van je rugpand zijn. Dat hij ruim zit. Hij moet niet te strak om je rug zitten, want dan gaat het trekken bij je oksels. Dat is niet prettig. Hij moet lekker ruim zitten. Nou, voor mij waren dat dus 17 rondes. En die ga ik nu ook haken. En die formule, dat wil ik trouwens ook nog zeggen, die formule van in de vierde rij komt de vierde erbij en in de vijfde rij komt de vijfde erbij. Dat is ook makkelijk als je je werk hebt weggelegd. Want je hoeft alleen maar je aantal rijen te tellen. 1, 2, 3, 4. En dan weet je welke steek erbij komt. Dan hoef je niet al die steken te gaan tellen van hoeveel waren het de vorige keer. Hey, je telt je aantal rijen of rondes. Zo kun je dat doen. Dat is alleen maar makkelijk. Ik ga mijn 17 van die rondes haken. 1, 2, 3. Ik ben met mijn vierde, dus dat duurt even. Want hoe groter de cirkel, hoe langer het duurt natuurlijk. En dan maak ik er nog zo één. Nou, dit is mijn tweede al. Ik heb er al één gemaakt natuurlijk. Haak er zo 2. En dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb dus mijn 17 ronden gedaan. Rijen. Je hebt heen en weer gehaakt, hè? En ik ben hier geëindigd met die meerdering, met 2 stokjes in die allerlaatste steek. En nu ga ik de schouder dichtmaken. Dit wordt het armschat, die opening. Dat betekent dat ik mijn werk dubbel vouw, zo. En dan ga ik 17 steken met elkaar verbinden. Ik steek in die allereerste in, aan de voorkant. Je hebt nu 2 stukken op elkaar liggen. Hè? De eerste aan de voorkant. En de eerste hier aan de achterkant. Doorhalen. En doorhalen. Een halve vaste. Nou, de tweede. Gewoon onder 2 lusjes door. Een halve vaste. De derde. En de derde. Vierde. En de vierde. Zo. En dat doe je 17 steken lang. Dat je die eerste zijkant van de meerderingen, zeg maar, 1 groepje van meerderingen hebt gehad. Heb jij 16 rondes, dan doe je 16 steken. Heb je 24 rondes, dan doe je 24 steken. Gewoon op die manier. Ik ga dat doen, 17 steken en dan kom ik terug. Nou, 17 steken gedaan. En dan knip ik mijn draad af.
Nog één keer doorhalen. En dan is één pand is zover klaar. En zo moet je er dus twee hebben. Deze komt dan weer zo. Dan is dit de schouder. Zo. Hier heb je het armsgat. En hier heb je het achterpand en het voorpand. En welke van de twee dan voor- of achterpand is, ligt er maar net aan welke kant of dat jij hem gaat houden, links of rechts. Maar maak er zo twee en pak dan je steekmarkeerders. Nou, draadjes weggewerkt en ik heb mijn steekmarkeerders er al in zitten. Dit wordt het rugpand die we met elkaar gaan verbinden, met alle twee de panden dan, hè? Nou, ik heb hier geteld vanaf de eerste ongebruikte steek 17 steken weer. Hetzelfde als wat ik hier voor de schouder heb gebruikt. Hier bovenop tel ik nu langs één kant, langs één pand. En dan in de 18e, daar heb ik mijn markering gezet. Zodat je weer één stuk van de meerdering overslaat. Want dit stuk gaan we niet verbinden. Dan tel je twee keer het stukje tussen je meerderingen. Dus bij mij is dat 2 keer 17 is 34. Waarbij deze markering als eerste steek telt. Dus ik heb met deze markering 34 steken verder geteld. En in de 34ste, krako joh. In de 34ste heb ik ook weer een markering gedaan. En dat heb ik bij alle tweede panden. Hier bovenaan zit de schouder. Net als hier ook de schouder. Hier heb ik op de 17e steek. Of nee, op de 18e steek dan. Hè? Ik heb er 17 overgeslagen. De 18e steek mijn markering. En vanaf hier 34 steken opzij geteld. Dus de markering telt als eerste. Dus 1, 2, 3, 4 zo. En dan in de 34ste, daar zit mijn andere markering. En die twee gaan we nu met elkaar verbinden zo. Dat dit het rugpand wordt. Dus ik pak mijn draad. En dit is de verkeerde kant, hè. Hier zit die naainaad, die schoudernaad aan de buitenkant. Dus ook dit wordt de buitenkant. Je legt de goede kanten tegen elkaar aan. Lusje op mijn haaknaald, staartje al netjes weg te kunnen naaien. Zo. Kijk, staartje om weg te naaien. En ik steek mijn haaknaald in de steek met de steekmarkeerder. En ik ken mezelf, dus ik laat hem even zitten. Anders ben ik die steek weer kwijt, moet ik opnieuw gaan tellen en zo. Dus het is niet makkelijk om te doen met steekmarkeerder erin, maar het bespaart mij een hoop telwerk. Dat is het ene pand. En dan het andere pand. Ook de steek met de markeerder. Daar steek je in. En dan maak je je draad vast zoals jij het wil. Dit is mijn werkdraad. Zo. Even aantrekken. En dan kunnen nu die markeringjes eruit, want je draad zit vast. Die eruit. En ook van het achterpand mag die eruit. Dan is dit de eerste steek. En als je nu goed telt, moet je 34 steken hebben om vast te maken. Want ook die laatste met die markering erin, die maak je vast. Want dat was de 34ste. En dat doe je weer precies hetzelfde als bij de schouder. Volgende steek van je voorste lap. Volgende steek van je achterste lap. En een halve vaste. Zo ga je naar beneden. Kluisje. Even weghalen. Zo. Pluisje is niet mooi. Ondanks dat het een heel druk vest is dat je zo'n pluisje niet zal zien, moet hij er wel af. En als Kraken nou even een beetje rustig wil doen, dan scheelt dat ook weer een stuk. Maar je ziet, ik neem steeds de volgende twee steken, de volgende van de voorste lap
en de volgende van de achterste lap. En daar maak ik een halve vaste door. Nou, zo ga ik door tot aan mijn merkje hier onderin. Nou, ik ben er bijna. Hier nog één. En aan deze kant nog één. Dus ik heb het goed gedaan. De telling klopt. En dan nog eentje met die markering erin. Nou, dat weet ik wel dat het er nog één is. Dus die mogen eruit. Want dat haakt gewoon een stukje makkelijker. Zo. En dan de laatste. Zo. Draad afknippen met de staart om netjes weg te naaien. Zo. En als je dan je vest binnenste buiten keert, heb je dit. Dit is het achterpand zo. Hier twee cirkels die samenkomen. En dan zo. Je voorpanden eronder. Draai hem zo om, mooi. Kijk, dit is het achterpand. Met een heel diepe V. En de voorpanden zo. Nou ligt hij ondersteboven. Hè? Even omdraaien, wacht even. Het is een beetje chaotisch, geloof ik. Nou ja, het is ook een druk vest, dus het mag wel een beetje druk, de tutorial. Kijk, zo. Hier zit hij precies plat. Hier de schoudernaden. Het rugpand met draadje wat ik nog weg moet naaien. De voorpanden, de onderkant en dan komen hier aan de zijkant komt een mouw en aan de andere zijkant een mouw. En nog een mooi bord eromheen. Nou en dan de mouwen. Bord doen we op het laatst hoor, eerst de mouwen. Hier is de cirkel waar ik begonnen ben, hè? Onderin. En daar ga ik mijn draad vastmaken. Ik heb gewoon weer een lusje op mijn haaknaald. En in die cirkel steek ik in en maak mijn draad vast. Zo. Die zit. Staartje om weg te naaien. En nu ga ik inzoomen om te laten zien hoe of dat je dan vrij eenvoudig langs de zijkant van die stokjes kan haken. Meestal wordt er dan gezegd van verdeel zoveel stokjes over de zijkant. En ja, hoe moet je dat dan netjes doen? Nou, ik begin met één losse. En dan sla ik om een stokje te doen. En dan heb ik hier aan de zijkant een stokje. Nou ja, een stokje. Stokje bestaat uit twee delen. Ik zal even dit is een makkelijke om te zien. Dit is een stokje. De zijkant van het stokje en hier de steek van het stokje. Hier had je, net als hier aan het begin, een losse om je draad omhoog te brengen. En hier de steek van het stokje. En dat herken je doordat er andere steken in zitten. Dat is de steek van het stokje. Waar andere steken in zitten, dat is de steek van het stokje. En tussen die twee steken in heb je dan de stok van het stokje. Nou, hoe gaan we beginnen? Hier zit bij mij één losse om het draad omhoog te brengen en dan de steek van het stokje. Nou, ik steek gewoon in die opening tussen die losse en het volgende stokje in, haal mijn draad op en ik maak een stokje. Dat is één ertussen. Dan een stokje in de steek. In de steek waar die andere twee in zitten, daar steek ik bij en een stokje. Volgende stokje, dat is een echt stokje. Dus geen losse om je draad omhoog te brengen, maar een echt stokje. En als je daar dan tussenin steekt, in die opening tussen het eerste stokje en het tweede stokje, dan krijg je een groot gat straks. Nou, dat wil je niet. Dus ik steek in het stokje zelf in. Zo. Eén lusje op mijn haaknaald en dan ga ik zo naar achter. En dan heb je een dik bobbeltje op je haaknaald en één lusje eronder. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Wacht, ik doe het nog een keer. Ik zat op mijn werk te kijken en niet in het schermpje, dus ik weet niet of dat het goed in beeld is geweest. Dus doen we het nog een keer. Dit is de steek van het stokje, want daar zitten andere steken in. En dit is de poot van het stokje. Die poot van het stokje,
en steek ik onder één lusje door, zo, en dan ga ik naar achter. Dan heb ik meer draadjes op mijn haaknaald zitten en maar eentje eronder. En daar haal ik dan mijn lus doorheen. En dan maak ik mijn stokje. En dan weer in de steek van het stokje, dus waar die andere stokjes in zitten. Dan heb ik hier weer die losse van de draad omhoog brengen. Dat is deze, die groene hier. En daar steek ik gewoon tussen de losse en het stokje in. Daar steek ik in. En ik maak mijn stokje. Dan krijg je weer de opening van de steek. Daar gaat er één in. Even wat draad afhalen, zo. En dan heb je hier weer de poot van een stokje en hier de steek van het stokje. Daar zitten andere steken in. Dat is de steek van het stokje. Nou, de poot krijgt er één. En ik steek gewoon één lusje zo op mijn haaknaald en dan ga ik zo onderdoor naar achter. Dan zit er een bergje op mijn haaknaald met maar één lusje eronder. Daar haal ik mijn draad doorheen en ik maak mijn stokje. En dan weer één in de steek. Zo krijgt ieder stokje van je pand, ieder stokje krijgt twee steken. En als ik dan zo bezig ben, dan zeg ik voor mezelf in mijn hoofd van één ertussen en één erin. Eén ertussen. En één erin. En ertussen, dat is dan om de poot van het stokje heen. En erin is dan in de steek. Ertussen. En erin. Ertussen. Dit is een echt stokje, dus weer één lusje op mijn haaknaald en dan zo naar beneden zo er achterlangs lus ophalen. En een stokje, dat is ertussen. En dan weer in de steek waar die andere stokjes in zitten. Nou, zo ga je helemaal door. Ik ga dit doen tot aan de schoudernaad. Want als ik het dan toch zo uitgebreid laat zien, laat ik ook zien hoe of dat je hier dan die verbinding doet. Zo, ik heb dit hele stuk gedaan. En ik heb hier nu nog één stokje. En dan is de verbindingsnaad hier. Kijk, hier is de verbindingsnaad. En ik heb hier nu nog één stokje. Dus er komt er één tussen. En dan heb je hier die steek. Waar je verbonden hebt. Hier. Daar steek je in. In die steek. Dan sla ik de verbindingsnaad over. En ik ga naar de volgende. En daar begin je weer met een steek. Want nu zit het stokje zit andersom op zijn kop. Zeg maar. Je werkt nu weer naar beneden toe. Dus je begint nu aan deze kant met in de steek. En die verbindingsnaad heb ik gewoon overgeslagen. En dan om het stokje heen. Dus weer één draadje en dan naar achteren. Dan weer in de steek waar die andere stokjes in zitten. Zie je dat hier? Die opening. In de steek. En eromheen. Nou, zo werk je weer naar beneden. Nu werk je van in, om, in, om, in, om. En net voor die verbindingsnaad was het om, in, om, in. Nou, als je van
nu dus in, om werkt. Dus in de steek, om het stokje, in de steek, om het stokje. Dan eindig je hierbij de onderkant. Waar we begonnen zijn met in de steek en om de steek. Precies dat laatste steekje voor die cirkel, daar zie ik je dan terug. Zo, helemaal rond. Ik heb mijn laatste omstokje gedaan om het pootje van de eerste van de cirkel hier. En nu in de cirkel maak ik ook nog een stokje. Zo. En dan sluit ik mijn ronde op het eerste stokje. Dus die losse hier van het begin, het allereerste begin, die sla ik over. En bovenop dat allereerste echte stokje, daar sluit ik mijn ronde met een halve vaste. Doe één los om het draad omhoog te brengen en ik keer mijn werk. Zo. En dan heb je hier een stokje. Even kijken hoor, ik moet even goed opletten. Ja, dit is het stokje, die blauwe. Ik heb hier mijn ronde gesloten. Ik draai mijn werk om. En het eerste stokje, daar gaat gelijk een stokje in. Zo. En dan haak je je ronde. Iedere steek krijgt er één. Heel simpel. En zo meteen, als we rond zijn, dan de steek waarin verbonden is, daarin doe je je laatste stokje. En dan sluit je weer op je eerste. Maar dat laat ik nog wel zien. Dus gewoon één stokje op één stokje. En weet je wat makkelijk kan zijn? Kan ik trouwens ook laten zien. Het kan makkelijk zijn, en een merkje erbij, om op dat eerste stokje dan hier, die eerste, daar een merkje te zetten, zodat je zometeen echt goed ziet van daar moet ik sluiten. Is gewoon handig. Nou, ik haak mijn ronde en dan kom ik hier bij je terug. Bijna rond. Ik heb hier nu nog één stokje ongebruikt en het volgende stokje, daar zit een halve vaste in. Zie je dat? En toen zijn we omhoog gegaan. Nou, dat ene stokje, die krijgt nog een stokje. En voor de mindering onder de oksel sla ik deze over. Daar ga ik geen stokje in doen. Maar ik ga gelijk naar die steek waar het merkje in zit. En daar sluit ik mijn ronde weer. Zo. Zie je? Nou, dan doe ik weer een losse. Ik keer mijn werk. En de volgende steek, die krijgt een stokje. Zo. En in die eerste steek doe ik mijn merkje dan weer terug. En zo haak je je ronde. Gewoon weer. Eén steek in één steek. Totdat je weer op het eind bent. En dan doe je weer precies hetzelfde. Hier is het laatste ongebruikte stokje. Daar doe je er nog één in. Hier zit die halve vaste in met die losse om je draad omhoog te brengen. En die sla je over. Je sluit je ronde na dit laatste stokje hier. Sluit je je ronde in de steek met het merkje. En zo minder je iedere ronde één steek. Maar waarom doe ik het nu op deze manier? Want het heeft wel een reden. Je kunt ook zeggen van ik haak lekker in rondes door, dan krijg je geen sluitnaad. Waarom sluit je je ronde en waarom keer je dan ook nog eens je werk? Dat heeft te maken met het heen en weer haken op de panden. Als je op de panden kijkt, dan zie je daar een patroon zitten van het heen en weer haken. Je ziet het heen en weer gaan van de stokjes, de voorkant en de achterkant, de voorkant en de achterkant. En als je dat dan niet bij de mouwen doet, ziet dat er heel anders uit. Dan denk je van, nou, horen die mouwen wel bij dat vest? Heb je zomaar wat gedaan? Heb je ze eraan geplakt? Maar door nu ook te sluiten en je werk te keren,
krijg je datzelfde effect als wat je hier in je panden hebt. Daar is het voor. En waarom sla ik dan die steek over? Dat is voor de mindering. Zodat je onder je arm steeds één steek mindert. Dat is niet te veel, dus de mouw blijft best wel een beetje wijd. Maar toch wordt die smaller richting je elleboog. En ik weet echt nog niet tot aan waar ik die mindering ga doen en waar ik er dan mee ga stoppen. Dat ik wel die laatste steek ga gebruiken. Dat weet ik nog niet. Dan moet ik echt bij mezelf aanpassen. Ik denk als ik op mijn elleboog ben, dat die dan smal genoeg is. Of misschien nog zelfs iets verder. Of misschien wil ik hem wel helemaal smal tot aan mijn pols. Dat weet ik nog niet. Dat bedenk ik tijdens het haken, weet je wel. Zo gaat dat bij mij. Dus ik ga mijn rondes haken. Doe jij dat ook? En of wacht totdat ik laat zien van tot zover. Dat kan ook natuurlijk, maar je kunt er echt je eigen patroon van maken. Je eigen idee van wil jij hele wijde mouwen. Ja, dan blijf je het op deze manier doen. En wil je juist strakkere mouwen, dan moet je het bij jezelf steeds blijven aanpassen. Nou, moet sowieso, hè. Blijven aanpassen, want ook voor andere maten, als je dit voor iemand anders maakt, blijven passen. Dat is echt, als je het op deze manier doet, blijf passen. Dat is mijn motto eigenlijk, om het op maat te kunnen maken. Daar hou ik van, want niemand is standaard. De een heeft langere armen, de ander heeft net als ik. Ik heb gewoon van die kipfiletjes bij mijn bovenarmen en mijn polsen zijn juist weer heel smal. Dus ja, daar moet ik het gewoon voor op maat maken. En dat kan perfect op deze manier. Dus als ik zover ben dat er weer iets anders komt in het patroon, dat ik dus niet meer op deze manier mijn rondes haak, dan kom ik bij je terug en dan vertel ik wat ik ga doen en waarom. En dan kun je kijken of dat jij dat op dezelfde manier gaat doen. Nou kijk, ik heb 20 rondes gedaan. Met keren steeds en die ene steek minderen. En ik heb nu nog 50 steken hier rondom. En hij valt tot net over mijn elleboog. Vind ik mooi om hem zo wijd op deze breedte door te laten lopen naar mijn pols. Want ik wil niet dat het een strakke mouw wordt, maar hij moet gewoon lekker soepel vallen. Het wordt echt een beetje hoe moet je het zeggen? Het is geen wegkruipvest of zo, maar hij moet ook niet strak om je lijf heen zitten. Ik heb mijn ronde weer gesloten. Ik doe 1 lossen. En ik draai mijn werk, want dat blijft hetzelfde. En ik haak nog steeds 1 stokje in 1 steek. Tot het einde van de ronde. Maar in plaats om dan, wat we al die tijd gedaan hebben, die ene steek over te slaan waar die ene losse uitkomt. Waar je de ronde had gesloten. Daar doen we nu ook weer een stokje bij, zodat ik 50 stokjes blijf houden. Of het aantal wat jij hebt. Want dat is afhankelijk van jouw maat en het garen en noem maar op. En Doris die vindt het ook weer boeiend, geloof ik. Die had ik al naar buiten gelaten om dus buiten te spelen. Want ik was aan het opruimen hier, aan het poetsen. Ik denk, nou ja, lekker het raam open. Dan kan Doris ook naar buiten als hij dat wil. En de andere katten ook natuurlijk, maar ja. Dan ga je achter aan tafel zitten en dat is wel heel erg boeiend natuurlijk, dus nou ja, gezellig. Maar ik haak even mijn ronde en dan aan het eind van de ronde, als ik dan hier weer bij het begin ben, dan laat ik zien hoe of dat je dan de ronde weer sluit, keert en hoeveel, kan ik ook vertellen hoeveel rondes ik gedaan heb, want mijn andere mouw heb ik al af. Kijk, ik ben aan het eind van mijn ronde en bij de vorige rondes sloegen we deze steek halve vaste, waar de ronde mee gesloten was, die sloegen we over. Maar dat doen we nu niet. Nu doen we hier een stokje in, zodat je weer hetzelfde aantal stokjes hebt. En dan sluit je bovenop het allereerste stokje. Dus die losse sla je over en je gaat naar het allereerste stokje. Een halve vaste. Een losse. Je draait je werk weer. En je doet weer precies hetzelfde. De steek die er recht onder zit, die sla je over. Je gaat naar de volgende. Net als al die tijd. En je haakt weer
50 stokjes, of zoveel als dat jij hebt. En die 50ste komt dan in die steek waar je net gesloten hebt. Hier, deze. Daar zie je dit draadje uitkomen. Hè? Nou, daar doe je dan je laatste stokje en dan blijf je er 50 hebben. En je kunt nog steeds hier dat merkje inzetten om te zien van oké, daar moet ik dus sluiten. Nou, hoeveel rondes heb ik dit gedaan? In totaal heb ik er 14 gedaan. Dan valt hij net niet op mijn pols, net niet, want na die 14 ronden doe ik nog een ronde parelsteek en om het dan netjes af te werken, nog een ronde vaste eroverheen. Dus hij is iets korter, echt maar iets hoor. Je kunt hem eigenlijk gewoon maken zolang als dat jij hem hebben wil, want die ene rij stokjes, dat maakt niet zo heel veel verschil hè. Kijk, als je zegt van ik doe er nog 5 ronden voor het boord aan, ja dan moet je het iets korter doen. Want je kunt ook een ander boord kiezen natuurlijk. Maar ik vind het leuk om dat met die pareltjes te doen. De parelsteek, die laat ik ook zien. Ik heb er al ergens een tutorial van staan, van de parelsteek. Maar dat was in chevron en dit is gewoon in het rond. Dus die laat ik dan ook nog zien. Nou, ik haak deze ronde en dan nog 12 erachteraan, dan heb ik in totaal 14, net als bij mijn andere mouw. Oh, dat is trouwens ook een tip, hè. Als je mouwen haakt en je hebt geen vast patroon wat je volgt, maar net als ik verzin het gewoon terwijl ik aan het haken ben en aan het passen ben en noem maar op. Schrijf op wat je bij de eerste mouw gedaan hebt. Of haak alle tweede mouwen tegelijk. Dat je op het moment dat je iets moet gaan veranderen, bijvoorbeeld het stoppen met minderen, dat je dan eerst de andere mouw tot zover haakt en dat je dan weer verder gaat met je nieuw stuk patroon. Of schrijf het op. Dat is misschien nog makkelijker, maar ja, dat is aan jou. Maar hou het bij wat je doet, zodat je twee gelijke mouwen krijgt. En dat is ook bij sokken en bij sloffen en alles waar je twee dezelfde van moet haken. Haak het of tegelijk. Dat je een stuk haakt totdat je iets gaat veranderen en dan haak je eerst het andere deel ook. Of schrijf echt precies op wat je doet, dat je het echt kunt bijhouden. Dan krijg je twee dezelfde. Ik deed dat in het begin ook niet. Ik dacht van, oh, dat onthoud ik wel. Ja, mooi niet, want vaak moet je zo vaak net even iets anders gaan doen. Dat je gewoon vergeet van, oh, dat deed ik hier, dat deed ik daar. Dus schrijf het op of haak alle twee tegelijk. Dat is echt, ja, volgens mij een super tip. Maar ik ga dus die rondes haken, want ik zit nu gewoon te kletsen terwijl ik aan het haken ben. En die stokjes heb je nu al zo vaak gezien, dat moet wel lukken zonderhand, denk ik. Want je bent al bijna klaar met dit vest, dus stokjes haken moeten wel lukken. Dan kom ik bij je terug na die 14 ronden, dus nu nog 12,5. Dan kom ik terug en dan gaan we de parelsteek doen. Nou, 14 rondes en nog steeds 50 steken verder. Gaan we de parelsteek doen. Ik ben zo geëindigd. En ik ga nog één keer mijn werk draaien. Dus één lossen en het werk weer keren. Dat je aan de goede kant weer aan het haken bent. Zo. Je begint gewoon met een stokje voor de parelsteek. Dus een stokje. Dat is niet zo moeilijk. En dan nu, je slaat om. En dan langs het pootje van het stokje wat je net gemaakt hebt, haal je een lus op. Dus je steekt in en je haalt de lus op. Dat is één keer. Omslaan. Langs het pootje, lus ophalen, voor twee keer. Omslaan, langs het pootje, hier lus ophalen, voor drie keer. En dan sla je om en je gaat in één keer door al die steken heen. Zo. En dan lossen erachteraan. En dan heb je hier een pareltje. Dan sla je om. De volgende steek sla je over en je gaat naar die erna. En daar maak je weer een stokje.
en langs dat stokje weer een pareltje maken. Dus omslaan, om het stokje heen zo, je lus ophalen. Eén keer. Omslaan, langs het stokje je lus ophalen. Dat is twee keer. Omslaan, langs het stokje je lus ophalen. Dat is drie keer. Dan sla je om en je gaat in één keer langs die lusjes zo. En een losse erachteraan. En die losse, die moet je de ruimte geven die dit bergje lusjes heeft. Die moet je niet te strak trekken. Ook weer niet te los natuurlijk, maar je moet hier zo, die moet de ruimte krijgen. Als je die te strak doet, dan wordt het helemaal samengefrommeld en dan krijg je niet zo'n mooi pareltje. Nou, de volgende. Omslaan. Eén stokje overslaan en in de volgende maak je het stokje. En dan het pareltje weer maken. Dus omslaan, langs het pootje van het stokje, lus ophalen. Eén keer. Omslaan, langs het pootje van het stokje, lus ophalen. Twee keer. Omslaan, langs het pootje van het stokje, voor drie keer. Dan sla je om en je gaat in één keer door die lusjes heen. Zo. En echt, het ene pareltje zal mooier worden dan het andere, hoor. Dat is zo. Tenminste, bij mij is dat zo. Nou, en dan sluit je hem af met een losse. Nog een keer. Eén steek overslaan. In de volgende, daar maak je je stokje in. En dan het pareltje maken. Omslaan, langs het pootje van dat stokje wat je net gemaakt hebt, insteken en je lus ophalen. Dat is één keer. Omslaan, langs het pootje van dat stokje lus ophalen voor twee keer. Nou zit er een knoopje in mijn draad. Wacht even hoor. Kraken of in het pareltje is ook leuk, geloof ik. Ja, mooi Krako. Nou, ik had twee keer een lus opgehaald, hè. Ja, dit is mijn beginlus. Dit is de omslag. Deze lus heb ik opgehaald. Dat is één keer. Dit is mijn omslag. En deze lus heb ik opgehaald voor twee keer. Dus omslaan. Langs het pootje de lus ophalen. Voor drie keer. Omslaan en dan door al die lusjes. En dan weer. Lus niet van je draad af laten gaan, van je haaknaald. Zie je? Ik doe het opnieuw. Zie je dat bij mij ook niet alles in één keer lukt? Dit is één omslag. Nog een keer. Twee omslag. Drie omslag. En langzaam doen gaat lastiger dan wat sneller, hoor. Vind ik. Kijk. Er doorheen. En dan lossen. Eén steek overslaan. En in de volgende. Je stokje. Omslaan. Langs het pootje. Eén keer lus ophalen. Omslaan. Langs het pootje. Twee keer lus ophalen. Omslaan. Langs het pootje. Drie keer lus ophalen. Omslaan. En in één keer er doorheen. En een losse, om het af te sluiten. Hier zo krijg je pareltjes op een rij. Stokje overslaan en de volgende. Omslaan, langs het pootje, omslaan, langs het pootje, omslaan, langs het pootje. Drie keer een lus opgehaald, in één keer er doorheen en een losse. Dit doe je helemaal rondom. Dan zie ik je hier aan het begin weer. Nou, zo dan. Laatste parelsteek gedaan. En dan de steek die je overslaat, is waar je losse uitkomt. Waar je er net de hele tijd wel weer een stokje in hebt gedaan, is nu de steek die je dan overslaat. En dan sluit je hier aan de zijkant. Je hebt bovenop één, hè? Bovenop heb je een steek.
En je hebt er hier aan de zijkant heen. En ik sluit, ik heb die losse gedaan om de parelsteek vast te zetten. En nu sluit ik hier aan de zijkant. Met een halve vaste. Zo. Dan doe ik een losse en dan gaan we nog één rand vaste doen. Maar nu keren we het werk niet. Dit blijft nu deze kant. Dus ik doe één losse. En dan de steek hier aan de zijkant. Ja, hoe moet ik het zeggen? Waar die lusjes in zitten. Daar steek ik in en dan maak ik mijn vaste. Dan doe ik er tussen. Doe ik er één. En dan weer waar die lusjes in zitten. Daar doe, oh, dan heb ik omgeslagen voor een stokje. Waar die lusjes in zitten. Daar doe ik er één in. En één ertussen. Waar die lusjes in zitten. Een vaste. En één ertussen. Zo ga je helemaal rond. Dus hier net voorbij die parel. Zodat de steek van de vaste, dat veetje boven je parel zit. En dan één ertussen. De steek met al die lussen erin, hè? En één ertussen. Zo ga je helemaal rond. En dan zie ik je hier aan het begin. Hier, ik was ingezoomd, hè? Hier aan het begin zie ik je terug. Je gaat zo helemaal rond. De laatste parel. Ik heb hier nog ertussen gedaan, hè? Dus nu nog in de steek met al die lusjes. Eén ertussen. En dan bovenop die eerste vaste hier. Daar steek je in. En een halve vaste. Draad afknippen. Nog één keer doorhalen. En dan heb je je mouw klaar. Met een heel grappig boordje eraan. Ik vind het in ieder geval heel leuk. Kijk. Zo, dit is dan de mouw. Ik ga mijn draadjes wegnaaien. En dan gaan we het vest zelf afmaken. Want die is nog niet klaar. Hè? We hebben nu de mouwen gedaan. En nu gaan we de panden hier afwerken. We gaan rondom gaan we een boord haken. Waardoor de schouders iets verder gesloten worden. Want ja, je zult gemerkt hebben bij het aantrekken dat dit niet bij je hals aansluit. Maar dat er nog een stukje open zit. Ik vind dat zelf niet zo prettig bij dit model. Dus ik wil dit nog iets verder dichtmaken bij de schouders. Hier op de rug mag het nog verder dichtkomen. En ook hier onderaan mag dit puntje mag meer gevuld worden. Dus dat gaan we doen. Maar ik ga eerst mijn draadjes wegnaaien. Nou, het vest zelf afmaken. Wat ik net al zei, hè, als je naar je vest kijkt. Ik neem aan dat je hem al hebt aangepast en een keer hebt neergelegd van hoe ziet het eruit en zo. Dan zul je gemerkt hebben, wat ik net zei dus, dat de schouders, dit stukje, behoorlijk smal is. En ik wil dus nu door het boord te gaan haken helemaal rondom, die schouders wat dichter maken. Die V op je rug wat minder diep aan de bovenkant en ook de V op de rug aan de onderkant iets minder diep maken. Dat die ja, meer gelijk komt met het punt van de cirkel. Dat is mijn bedoeling, hè? Jullie hebben het vest gezien op de foto toen hij af was en zo. Ik weet dat nu nog niet. Ik ga gewoon van alles zitten uitproberen. Kijken of dat het wordt wat ik in mijn hoofd heb. Ik heb lusje op mijn haaknaald en nu moeten we dus ergens de draad gaan vastmaken. Nou, het is een damesvest
En dames dragen rechts over links. De rol. Dames rechts over links. Zo heb ik het van mijn jongste bonusdochter geleerd. En ik vergeet dat echt nooit meer. Dus rechts over links betekent dat dit pand daar overheen moet gaan vallen. Dus aan dit pand moet een knoopsgat komen. Ik wil één knoop. Om dat het makkelijkst te kunnen doen, begin ik dus in het midden. Ongeveer, jawel, in het midden van dit pand aan deze kant. De rechter is dat. Dit is het rechterpand. We zijn geëindigd, ik ben geëindigd met zo de goede kant. Maar ik wil dat heen en weer haken blijven herhalen. Dat dit patroon voortgezet wordt. Dus ik moet nu aan de verkeerde kant beginnen met haken. Dus ik draai deze lap even zo om. Even kijken, hoor, even mijn vest organiseren. En dan moet ik. Ik leg mijn haaknaald even weg. Wacht even, ik kom zo terug. Nou, ben ik weer. Ik heb hem even zo op de zijkant gelegd. En de rest van het vest hangt hier onder de tafel op mijn schoot. Echt heel erg onhandig. Maar het moet even zo. Kijk, hier zit de schouder, hè? En ik wil aan de binnenkant haken, zodat het heen en weer gaan van die stokjes, dat doorgaat. Maar waar maak je nou vast? Nou, hierbovenin heb je je schouder. Dan kijk je verder. Dan heb je hier een meerdering. En hier is een meerdering. Die meerdering, de tweede meerdering van bovenaf, daar ga ik mijn draad vastmaken. Zo, het lusje al op mijn haaknaald zitten. En dat doe ik dan in de eerste steek van die 2 in 1. In de eerste steek. Zodat ik straks kan eindigen met 2 stokjes in 1. Ik eindig straks met een meerdering. Dus in dat stokje, daar maak ik mijn draad vast. En doe dat gewoon op jouw manier, zoals jij het prettig vindt. Zo, die zit erin. En dan doe ik 1 losse om mijn draad alvast een beetje omhoog te brengen. En even kijken hoor. Oh, dan heb ik nog mijn staartje ook waar ik het mee doe. Dat is dom. Moet wel met de werkdraad. Dit is de werkdraad. Ja, dat is de goeie. Dus 1 losse om mijn draad omhoog te brengen. En in diezelfde steek doe ik mijn eerste stokje. En terugdenkend aan het pand had ik 17 rondes gehaakt. Hè? Dus dit wordt ronde nummer 18. Dat betekent dat de 18e steek erbij komt. Nou, dit is de eerste. En dan 2, 3, gewoon iedere steek 1, 4, tot aan 18. Dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb er 16 gehad. In de volgende komt nummer 17. En nummer 18, die komt daarbij. Net als bij het gewone pand wat we gedaan hebben, doen we nu weer helemaal. Totdat je bij je laatste meerdering bent. Voor de aansluiting met het andere pand. Hier. Dit wordt iets anders. Dus weer tot 18. De 18e komt erbij. 1, 2, 3, tot aan 8, tot aan 16 en dan 17. En de 18e die komt erbij. Net als net. Totdat je hier bent. Want hier heb je dan je laatste meerdering. En dan kom ik bij je terug. Nou, ik ben nu op dat punt wat ik zei. De laatste meerdering voor het laatste stukje tot aan het midden. En nu haak ik gewoon stokjes tot 2 steken voor dit midden. Dus deze en die, die haak ik niet. Die laatste 2. Gewoon stokjes haken. Tot die laatste 2 hier voor het midden. Nou, weer een beetje
inzoomen zo. Ik probeer zo goed mogelijk in beeld te blijven. Ik heb nu nog twee stokjes hierover. Want deze is gebruikt, die paarse die je bij mij ziet, die is gebruikt om die twee panden aan elkaar te maken. Die gebruik ik niet. Deze en die. En voor mij waren dat 15 stokjes totdat ik hier was. Dus twee stokjes en de steek die gebruikt is om die twee panden aan elkaar te zetten. Dus bij mij hier de paarse, donkerblauw, het is het paars, en de gele. Nou, gaan we stokjes samen haken. Eerst een stokje half afmaken, dus één keer onder twee lussen. Dat doe je ook bij de volgende. Eén keer onder de eerste twee lussen. Dan heb je twee stokjes half afgemaakt. Dan gaan we nu in het midden insteken voor een dubbel stokje die je half afmaakt. Dus je slaat twee keer om. En dan in het midden. Probeer een beetje in het midden te frutselen zo. Lus ophalen. Onder twee lussen. En onder twee lussen. Dan heb je een dubbel stokje half afgemaakt. En dan moet je nu weer twee stokjes half afmaken. Dus één keer omslaan. En deze steek, die gele, zei ik net al, die is gebruikt om het pand aan elkaar te haken. Dus ik ga naar de volgende. En ik maak mijn stokje half af. Dus één keer onder twee lussen door. En dat doe ik nog een keer. Dus je hebt je beginlus hier, dan twee stokjes half afgemaakt, dan een dubbel stokje half afgemaakt en dan weer twee stokjes half afgemaakt. En die haal je in één keer door, dus omslaan en onder al die lussen door. Zie je zo. Nou, en nu moet je even kijken. Je gaat weer gewoon stokjes haken tot de steek voor de eerste meerdering die je dan tegenkomt. Dit is de eerste meerdering zo. Hier zo. En dan in de steek ervoor, daar doe je je meerdering weer. Dus ik ga nu gewoon stokjes haken en ik zoom weer even uit hoor, want het is echt heel lastig om zo ingezoomd goed in het midden van het beeld te blijven. Dat is... Ja, ben ik niet zo heel zo'n held in. Dus nu haak je gewoon je sokjes. Oh, weet je, ik pak even een merkje erbij. Dat is wel makkelijk voor straks. Ik heb hier een potje staan met merkdingetjes. Die doe ik in die samengehaakte steek hier. Die lange lus. Daar doe ik hem in. Dan weet ik straks, dat is de middelste steek van de samenhaking van het pand. Als ik het lichtje ertussen krijg. Nee. Ik pak een andere, dit is irritant. Hup, weg ermee. Het zijn die goedkope, weet je wel. Er zit er af en toe één bij, die wil niet precies wat jij wilt. Deze wel, kijk. Dat is die samengehaakte steek. En ik heb... twee stokjes erna al gedaan. Dus ik haak stokjes tot de steek voor de eerste meerdering. En we zijn nu op het andere pand bezig, hè? Op de rug, onderin. Ben ik er al? Ga ik eens kijken? Nee, nog bij. Als je dan daar weer bent, kun je vanaf dan weer tot 18 tellen. Dus dat de 18e steek erbij komt. Totdat je bij je schouder uitkomt. Kijk, nog eentje. Zo. En dan hier zitten... twee steken samen, hè? Dat is de meerdering uit de vorige ronde. En in de steken voor komt nu een meerdering. Dus twee steken in één.
En dan kun je nu weer op normale wijze meerdere. Dus de 18e steek, want ik ben in mijn 18e ronde. Dus mijn 18e steek komt erbij. Totdat ik hier in de buurt van mijn schouder kom. Als ik daar ben, haak ik weer mijn laatste meerdering. Even kijken hoor, waar zit die? Oh, ik zie het niet eens zo gauw. Hier. Hier zitten er 2 in 1. Dan heb ik hier nog de steken voor mijn laatste meerdering gedaan. En dan haak ik een stukje naar mijn schouder toe. En dan doe ik ongeveer hetzelfde. Maar dat laat ik dan zien. Want ik moet eerst even uitproberen van hoe moet ik het gaan doen. Want ja, ik zei al, dit doe ik ook tijdens het haken. Hè? Dit probeer ik zo. Ja. Ik wil die schouder een klein beetje dichter hebben. Zonder dat hij echt zo strak komt. Ik ga gewoon zelf de soort puntje maken. Als hier onderin. Zo'nzelfde soort idee. Alleen dan denk ik niet met 5 steken. Maar met 3. Maar dan ga ik uitproberen. Ik haak dit verder. De 18e steek. Die komt erbij. Totdat ik vlak bij mijn schouder ben. Hier. Dan kom ik bij je terug. Nou, ben bij de allereerste schoudernaad hierbovenin. Hè? En ik heb gewoon mijn meerderingen gedaan. De hele rand van het voorpand. Volgens de methode van de 18e erbij in de 18e ronde. En ik heb nu gehaakt tot 1 steek voor de verbindingspunt. Deze steek is gebruikt en die erna. Die zijn gebruikt om de schouder vast te zetten. En dan 1 steek ervoor. Daar begin ik met mijn eerste stokje half af te maken. Dus insteken, lus ophalen en onder 2 lusjes door. En dan moet je hier, net als bij middenachter, de net, in het midden een beetje infrommelen. Maar ik heb die draadjes hier zo weggenaaid dat ik niet in het midden ingefrommeld kom. Dat lukte me niet. Dus ik los het iets anders op. Kun jij ook doen als het bij jou niet lukt. Ik sla om. En ik steek in die eerste steek in die gebruikt is om de panden te verbinden. En ik ga voorlangs zo naar die tweede ook. En daar steek ik ook in. En daar haal ik dan mijn lus zo samen doorheen. Dan zit hij toch in het midden. Ondanks dat ik niet in het midden heb in kunnen steken. Nou, dan haal ik onder 2 lussen door om dat stokje half af te maken. En in de volgende steek, daar doe ik ook weer een stokje die ik half afmaak. Dus dan haak je 3 stokjes samen. Kijk, beginlus, 1, 2, 3 stokjes en een omslag die ik er in 1 keer doorheen haal. En dan pak ik weer een merkje erbij. En die stop ik in die steek. Dat is voor straks alleen maar makkelijk. Zo. En nu kom je op een kort stukje. Op je rug is dit, de bovenkant. Dat is maar een kort stukje die je haakt, totdat je bij die samenkomst in het midden bent. Daar zitten geen meerderingen in. Dus je haakt nu gewoon je stokjes tot 2 steken voor het midden. Gewoon stokjes haken. En dan doen we hetzelfde als aan de andere kant van midden achter. 2 stokjes, 1 dubbel stokje en 2 stokjes samen haken. Dus ik haak dit nu even door zo. Gewoon stokjes, eentje in 1 steek. Het is wel een hoop telwerk steeds, hè? Maar ja, het wordt er wel. Ik vind het een supervest worden. Als het echt lukt zoals het in mijn hoofd zit. Echt geweldig. Ik hoop het echt hoor. Krakel ook, geloof ik. Nou, ik voel in mijn vingers dat ik er bijna ben. Kijk, hier. Ben er bijna. En dan doe je weer precies hetzelfde als aan de onderkant. Alleen dit is nu op je rug, bovenin bij je schouderpartij. Kijk, 2 stokjes en die steek is gebruikt om die 2 panden te verbinden. Deze paarse en dit is roze met een beetje oranje. Ja? Die 2 zijn gebruikt om die 2 panden te verbinden. Dus 2 steken ervoor
In de eerste maak je een stokje half af om hem samen te kunnen haken. Zo. In de tweede een stokje die je half afmaakt. En dan in het midden komt weer dat dubbele stokje. Dus die frommel je zo in het midden. En als dat niet lukt zo in het midden, dan pak je die twee steken net als wat ik bij de schouder gedaan heb. Hè? Maar nu ga je twee keer onder twee lusjes door, omdat je een dubbel stokje maakt. En dan deze, die roze met oranje zei ik, hè, die was gebruikt om het pand vast te maken. Dus in de volgende, bij mij is dat deze groene, daar doe ik een stokje die ik half afmaak. En in die daarna 1 en in de volgende de tweede. Dan heb ik mijn beginlus, een stokje half afgemaakt, stokje half afgemaakt, dubbel stokje half afgemaakt en twee stokjes half afgemaakt. En daar sla ik om en dan ga ik in één keer doorheen. Zo. En dan ga ik op weg naar mijn andere schouder, hierbovenin. En daar doe ik hetzelfde als aan deze kant. Aan deze kant. Dus één steken voor, stoppen met stokjes. Gewoon je stokjes haken. En dan die drie stokjes samen haken. Nou goed, weet je, ik haak even mijn stokjes en als ik dan bij mijn schouder ben, dan kom ik weer bij je terug. De schouder. Dit is je verbindingsnaad. Deze twee steken, die zijn gebruikt om die panden vast te maken. Dus de steek ervoor, dan maak ik mijn eerste stokje half af. Net als bij de vorige schouder. Ik probeer weer of ik hier in het midden mijn haaknaald doorkrijg. En ja, dit keer lukt het. Dus weer een stokje. Deze steek is gebruikt om de panden te verbinden, dus daar maak ik nu geen stokje half af in, maar in de volgende. En dan haak ik drie stokjes samen. Dus op de schouders haak je drie stokjes samen. En hier die punten bovenaan en onderaan. Oh, hier kan ik ook nog een merkje in hangen, hè? Dat is wel net zo makkelijk. Even goed kijken. Dit is deze. Ja, merk je erin. Dat maakt echt het leven voor de volgende ronde een stuk makkelijker. Dan hang ik hier dus ook weer een merkje in. Die drie samengehaakte sokjes. Zo. En dan haak ik nu weer door. Tot één steek voor de eerstvolgende meerdering. Die zit hier bij mij. Kijk, dit stukje. En dan, dit is de meerdering. Twee in één. En dan de steek ervoor. Daar komt mijn meerdering in. Dus het maakt niet uit hoeveel stokjes ik heb. In de steek voor de meerdering in de vorige ronde. Daarin komt mijn meerdering. En dan haak ik door. En als het dan goed uitkomt, het stokje voor waar je begonnen bent, daar komt dan ook weer je meerdering in. Dat zou dan steek nummer 17 en 18 moeten zijn. Als je dat hebt, dan klopt het. Nou, het klopte bij mij. 17 en 18 kwamen in het laatste stokje voor mijn begin. Nou, dan sluit ik mijn ronde weer bovenop dat eerste stokje. Ik doe 1 losse en ik draai mijn werk. Net als wat we daarnet bij de mouwen deden en bij de panden deden toen we ze loshaakten, doen we nu ook. Trek je niks aan van dit staartje, die naai ik strakjes netjes weg. En nu ben ik in ronde 19, dus als eerste komt de 19e erbij. Dit is 1. 2, 3, nou ja, tot de 19e, die komt erbij.
die eerste meerdering heb ik gehad, die eerste meerdering. En nu haak ik weer gewoon stokjes tot één steek hier in het midden. Van mijn schouder ben ik dan. Eén steek ervoor. Dus ik haak gewoon mijn stokjes, één in één steek, tot één steek bij de schoudernaad. Ja, dit is de schouder. Met in het midden dat merkje. Dat zijn die samengehaakte stokjes, hè? En dan heb ik hier één steek ervoor, die heb ik nog niet gebruikt. Dus ik haal mijn merkje er even uit. Zo. En dan ga ik weer drie stokjes samenhaken. Die ene voor het merkje. Dit was de steek met het merkje. En een steek erna. Die drie steken, die haak ik weer samen. En daar zet ik dan het merkje weer in terug. Zo. En dan haak ik nu weer door. En dan kom ik uit bij mijn rugband. En daar haakte ik vijf steken samen. Hè? Twee stokjes, een dubbel stokje en weer twee stokjes. En dat ga ik hier nu weer doen. Dus ik haak nu die stokjes tot twee steken voor mijn merksteekje. Dus tot hier. Gewoon stokjes, stokje, stokje, stokje. Totdat je weer bij je merktekentje bent. Maar dan twee steken ervoor. Zo. De steek met het merkje bij midden achter. En twee steken ervoor ongebruikt. En die twee steken krijgen ieder een stokje die ik niet afmaak. Zo. En de volgende. En de steek met het merkje die krijgt een dubbel stokje die ik niet afmaak. Dus twee keer omslaan. En dan twee keer onder twee lusjes door. Dan heb je het dubbel stokje niet afgemaakt. En dan de volgende twee steken krijgen weer een stokje die je niet afmaakt. Dat, zo doe je het bij midden achter. Kijk, dan heb je zes lussen. Hè? Beginlus, twee stokjes, dubbel stokje, twee stokjes. Daar ga je in één keer doorheen. Dat doe je ook straks aan de andere kant. Hier. Dat is midden achter. Daar haak je dan die vijf steken samen. En bij de schouders doe je er drie. En die drie, dat zijn drie stokjes. En die vijf, dat zijn vier stokjes met in het midden nog een dubbel stokje. Hier komen weer geen meerdringen. Dus je haakt door totdat je hier bij je merkje bent. Daar haak je die drie stokjes samen. Net als bij de andere schouder. En dan haak je weer tot één steek voor je meerdering. Hier zit de meerdering, hè? Na je schouder, één steek ervoor, daar doe je je meerdering en dan begin je weer met tellen. En nu is het de 19e ronde, dus de 19e steek komt erbij. En dat kun je helemaal rondom doen tot je weer bij midden achter bent. En zo maak je deze hele ronde. Kijk hoor, je komt dan hier bij midden achter, dan krijg je het andere voorpand. Daar begin je ook weer met meerdere. Hier heb je dan die vijf steken samengehaakt, hier onderin, middenachter. Daar heb je dan vijf steken samengehaakt en dan haak je weer je stokjes totdat je bij je meerdering komt. Eén steek voor je meerdering, daar doe je twee steken. Kijk, hier is middenachter, daar heb je die vijf steken samengehaakt. Je haakt stokjes totdat je bij je meerdering komt, de steek voor je meerdering, daar begin je. Daar doe je je eerste meerdering en dan tel je tot 19. De 19e steek, die komt erbij. En zo kun je dan helemaal rond. Tot je weer bij het begin bent. En je zou moeten eindigen met 18 en 19 in één steek. Dus de meerdering is je laatste steek. Zie ik je daar weer terug. Nou, ik heb de hele ronde gedaan zoals ik uitgelegd heb. Hè? En mijn ronde weer gesloten. Eén lossen en weer het werk draaien. En het is ondertussen een hele lap geworden. Hè?
Nou, dan kom ik in mijn 20ste ronde. Dus de 20ste steek komt erbij. En, nou ja, ik begin vast te haken. Hier gelijk de eerste. Zo. En dan de 20ste komt erbij. Dus 19 en 20. Die komen in één steek. En ik haak nu gewoon even. Het zijn zoveel steken, dat kan wel even. En misschien heb je tijdens het haken van die cirkel al gemerkt dat de meerdering iedere keer in de steek voor de vorige meerdering komt. Dus als je denkt van nou dat tellen, dat wordt wel heel veel ondertussen. Let dan op de rij eronder. Dus de steken waar je nu in haakt. Dat de steek voor die twee steken in één steek, daar komt nu twee steken in één steek. Nou, als je dan bij midden achter komt, dan ben je aan de onderkant van je vest aan het haken. En daar gaan we nog een keer op dezelfde manier minderen. Kijk, ik ben er nog niet. Hier zitten er twee in één. Daar moet ik één steek voor. Daar moet ik dus die meerdering doen. Maar in het midden, daar blijf je die vijf steken samen haken. Twee stokjes, een dubbel stokje en weer twee stokjes. Maar als je dan bij de schouder bent, daar gaan we het nu deze ronde iets anders doen. Ik heb mijn vest aangetrokken, natuurlijk, om te passen hoe die zit. En ik vind dat mijn schouders nu zo onderhand wel dicht genoeg zitten dat die langs mijn hals valt. Niet helemaal strak langs mijn hals, maar wel genoeg. Even kijken hoor. Oh, dit zijn die twee. Dus ik was al te ver. Ah, krijg je tijdens het kletsen, hè? Kijk. Dit zijn die twee in één steek. Dus de steken voor, daar moeten er twee in. Maar als we dan bij de schouder zijn, als ik bij de schouder ben, dan ga ik het daar anders doen, zodat de schoudernaad niet verder dicht komt te zitten. En dat daar het begin van het boord, het echte boord, de kraag, gaat komen. En dan in de nek is hij voor mij nu zo goed dat ik ook daar niet meer hoef te minderen. Dus in midden achter, bovenin, in je nek. Bij mij zit hij daar goed. Dus daar minder ik niet meer. Ik blijf daar gewoon stokjes haken. En dan de andere schouder waar je dan komt, daar ga ik ook niet meer minderen, maar daar haak ik ook weer gewoon. En dan moet ik weer goed opletten, waar begint dan die eerste meerdering weer? Hè? Net als nu, ik zit gewoon te kletsen en te haken en ik kijk naar mijn ronde eronder. Waar is de meerdering? Nou, die zit nu hier. Dus ik kan nog een stukje voordat ik weer een meerdering moet doen. Twee steken in één steek, dat heet een meerdering. Dus in plaats van continu te tellen, kun je het ook op die manier doen. Merkjes zetten, dat lijkt mij niet heel erg handig, omdat als je je werk keert, dan is het niet dezelfde steek als waar je nu gemeerderd hebt. Maar de steek aan de andere kant van de meerdering. Dus ja, het zou wel kunnen, maar ja, ik denk dat het meer werk is dan dat je er gemak van hebt. Kijk, hier is de meerdering, het stokje ervoor en dan heb ik er nog één. Dus hier komt er nog gewoon één in. En dan hier komen er twee. Nou, ik haak dus door totdat ik bij mijn schouder ben. Dan zie ik je daar weer terug. Want ja, dit blijft gewoon hetzelfde. Hè? Hier, je komt als eerste bij midden achter. En daar doe je weer die vijf stokjes, of twee stokjes, een dubbel stokje, twee stokjes. Die haak je daar samen. En dan langs het andere pand kom je op een gegeven moment uit. Het is een heel eind, maar dan kom je dus uit bij de schouder. En bij de schouder zie ik je dan weer terug. Nou, ik heb mijn laatste gewone meerdering gedaan voordat ik hier bij mijn schouder ben. Ik heb heel die cirkel gehad daaronderin. En ik ga nu hier naar de schouder. Dan komt hier de nek. Dit is de middelste steek van de nek. En hier de andere schouder. Nou, wat is de bedoeling?
ik ga hier de gewone meerdering voortzetten. Dus in ronde 20, de 20ste steek komt erbij. En dan die steken met die merkjes, die tellen als gewone steek. Daar heb je niks meer mee te maken. Dus gewoon de 20ste erbij. Dus dit is 1. 2. En ja, ik ga nu die alle 20 ga ik gewoon meehaken. Dit is 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Even wat rol bijpakken. Zo. 11, 12, 13. 14, 15, ja, dat merk je maar eruit, geen last meer van, 15, 16, 17, 18 en dan 19. En 20. Dus je haakt gewoon de cirkel door. En ook in je nek doe je dat. Ik haal ook hier dat merkje uit. Toch niet nodig. Zo. Hier het merkje uit bij de schouder. Ook niet meer nodig. Je telt gewoon weer door. En dan kom je vanzelf weer bij het begin uit. Dus nu ook weer gewoon die 20 steken. Dus de 20ste komt erbij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, even een beetje opschuiven zo, het is ook zo'n lap hè, ik vind hem zo leuk worden, dit was 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en dan 19 en 20. Ja, gewoon precies hetzelfde. En als het goed is, kom je precies uit ook weer hier. Bij, je gaat de schouder nu over hè, bij je volgende 20. En als het goed is, kom je dan precies uit hier. De 19e en 20 komt voor die meerdering. En hier heeft een kat gespeeld, zie je dat? Maar gelukkig is het aan de binnenkant van het vest, dus dan zie je het niet. Maar ik baal er wel van. Oh, misschien kan ik het nog een beetje wegwerken, ik zie wel. Maar het is binnenkant, dus dat is niet zo erg. Maar als het goed is, kom je dus precies één steek daarvoor weer uit met je meerdering. En dan nog een keer, en dan kom je bij het begin uit. Dus ga je gang, ik zie je zo weer terug. Nou, wat ik nu gedaan heb,
Dat ga ik nog zeker 2 rondes precies hetzelfde herhalen. Alleen, omdat het dus steeds een ronde verder is, worden ook de meerderingen een steek verder. Dus nu een losse en ik keer mijn werk weer. En dan komt de 21ste steek erbij. Dus gewoon heel, ja, het principe van de cirkel blijven volgen. Alleen onderin, bij midden achter, daar blijf je die mindering van die 5 steken doen. En na die mindering van die 5 steken moet je even goed kijken waar zit dan de meerdering. En dan de steek voor die meerdering, daar doe je 2 steken in. En kun je weer opnieuw gaan tellen volgens de ronde. Snap je wat ik bedoel? Denk het wel, hè? Ik heb het nu al zo vaak voorgedaan en laten zien. Ik denk dat je daar wel uit moet komen. De tutorial duurt al ellenlang, volgens mij. Ja, er is ook zoveel uit te leggen. Maar ik geloof ook niet dat dit echt een vest is voor echte beginners. Echte beginners moeten dit nog maar even niet doen, denk ik. Dat is mijn advies. Wil je het wel proberen, ja, dan moet je echt heel goed opletten en uittellen. En, nou ja. Het zijn stokjes, dus op zich wat dat betreft is het makkelijk. Het is alleen het telwerk en zelf bekijken. En zeker als je andere maat wil maken met dezelfde haaknaald. Kijk, als je hem groter wil maken en je neemt een dikkere haaknaald, dan wordt hij sowieso groter. Wil je hem iets kleiner maken en je neemt bijvoorbeeld haaknaald nummer 4, ja, dan wordt hij iets kleiner. Maar als je echt een afwijkende maat wil maken, ja, dan moet je heel veel zelf kunnen inschatten, zelf kunnen zien van hoe werkt dit patroon. En ja, daar heb je dan waarschijnlijk iets meer haakervaring voor nodig. Of je nu heel netjes je stokjes kunt haken of niet. Je moet dan echt dat inzicht hebben. Kijk, hier heb ik... Ik zit niet te tellen, hè? Ik zit te kletsen. Hier is de meerdering, dus de steek ervoor. Daar komt mijn meerdering in deze ronde. Nou ja... Ja, wat kan ik er verder over zeggen? Ik ga met 2 rondes haken. Bij midden achter onderin, daar doe ik die 5 steken nog samen haken. 2 stokjes, een dubbel stokje en weer 2 stokjes. En bovenin haak ik gewoon mijn cirkel door. Het stukje van de schouders en de nek, dat blijft gewoon cirkel zo. Die haak ik als meerdering in de cirkel door. En dat doe ik zeker nog 2 ronden. Als het er meer ronden zijn, nou ja, dan haak ik die en dan kom ik terug. En dan zeg ik van, nou, het waren 7 rondes of het was maar 1 ronde. Ik weet het niet, maar mijn plan is dus 2 rondes. Maar als ik iets ga veranderen, dan kom ik terug en ik vertel je hoeveel rondes ik gedaan heb en zo. En dan kunnen we weer verder. Nou, ik heb mijn rondes gehaakt. En ik ben... geëindigd nu met mijn 24ste ronde in totaal. Dus als ik vanaf mijn oksel tel, het allereerste begin, alle rondes tellen, ga ik nu aan mijn 25ste ronde beginnen. En die is eigenlijk precies hetzelfde als de voorgaande. Je haakt gewoon je meerderingen rondom. Iedere keer de steek voor de meerdering van de vorige ronde. Dus hier zitten 2 stokjes in 1, die 2 stokjes en dan de eerste ervoor, daar meer dingen. Dat blijf je doen, deze ronde ook. En als ik dan hier midden achter heb, onderin, daar minder ik ook nog een keer. Dus 2 stokjes, een dubbel stokje hier in het midden en dan weer 2 stokjes. Dat doe ik nog een keer. Maar op het laatst ga ik de ronde niet sluiten. Want daar komt dan het knoopsgat. Dus ik nou mijn werkdraad er weer onderuit haal. Oh, het is ook zo'n gevaar, hè. Maar op het laatst sluit ik dan mijn ronde niet. Ik eindig wel met 2 steken als laatste. In 1 steek, die meerdering. Maar dan sluit ik mijn ronde niet. En dat wordt dan het knoopsgat. En ik heb een behoorlijke knoop uitgezocht. Vind ik zelf. Nee, Sander is spijbakken, kijk. Het is een behoorlijke knoop. En ik wil... Ik moet even kijken of dat hij dan door 1 stokjesgat kan. Kijk, kan ik zo proberen, hè? Kijk. Dat lukt niet.
Dus ik moet zeker 2 rondes zo haken. Door de ronde niet te sluiten, dan ontstaat hier een openingetje. En daar kan dan de knoop door. En omdat we dames dragen rechts over links. Dames rechts over links, dus drol. En we zijn aan de rechterkant begonnen. Dus dan komt de knoopsgat aan het goede kant, aan de goede kant van een damesvest. Nou, ik denk dus 2 rondes. Op deze manier. En na de 2e ronde wel sluiten. Zodat het knoopsgat dicht is. En dan kan daar weer een rondje stokjes om. Maar tegen die tijd dat we daar zijn, verandert middenachter onderin ook. Want dan zal je daar waarschijnlijk niet meer hoeven te minderen. Dan kun je daar, net als in de nek, gewoon doorgaan. Maar dan moet ik nog even bekijken. Dat hoor je wel als ik zover ben. Ik haak nu eerst deze ronde. En ik sluit hem niet. Ik keer mijn werk. En dan bekijk ik of dat ik in de volgende ronde die mindering nog een keer moet doen. Maar daar kom ik dan voor terug, hè, om dat te vertellen van ik moet dat wel doen, niet doen. Dat kun jij ook bekijken. Dat ligt eraan hoe of dat het vest bij jou valt. Het moet niet gaan trekken, dat de cirkel te ver naar elkaar toe trekt. Maar hij mag ook niet gaan rimpelen. Doris, geef me draad eens terug. Zo. Hij mag ook niet gaan rimpelen. Dat hij dit gaat doen in het midden. Dat mag ook niet. Dus dat moet ik even bekijken. Nou, ik haak deze ronde. En dan haak daar in deze ronde minder ik onderin, middenachter, zeker. En bij de volgende ronde, die begin ik dan ook weer gewoon. Hè? En als ik dan bij middenachter ben, dan kom ik bij je terug om te vertellen van, nou ja, ik minder hier ook. Of ik haak nu gewoon mijn stokjes door. Dan moet ik nog even bekijken. Want dan zit je ook, waar moet je dan meerderen? Hè? Dat is ook weer afhankelijk. Dus dan kom ik bij je terug. Ik zit hier de steek voor mijn meerdering. Dus hier komen er 2 in. Gewoon zonder tellen. Ik kijk naar mijn ronde ervoor. Want anders tel ik me de zenuwen. De ronde is zo enorm groot. En er zitten zoveel steken tussen de meerdering. Dit is ronde 25, dus dat betekent dat de 25ste steek, die komt erbij. Dus 24 en 25 komen in dezelfde steek. Nou, dan moet ik iedere keer tot 25 tellen, zo van 1, 2, 3, 4 en dan 24. En 25 komt erbij. Nou, dan raak ik echt geheid de tel kwijt. Want ondertussen gebeurt er van alles hier en... Nou ja, dan ben ik de tel kwijt, dus voor mij is het gewoon makkelijker om naar de ronde ervoor te kijken. Van waar zitten die 2 steken in 1 steek en dan de steek ervoor, daar doe ik er dan 2 in en dan klopt het gewoon. Dus ik haak deze ronde, kom bij je terug als ik in de volgende ronde bij middenachter onderin ben. Nou, kijk, ik ben mijn ronde... Heb ik afgemaakt. Ik heb hem niet gesloten. 1 losse. En toen gewoon weer mijn ronde gehaakt. De meerdering. Helemaal weer door. Tot hierbij middenachter. Daar heb ik nog steeds dat merkje zitten in die steek die je hebt samengehaakt. Die 5 steken. Ik heb hier net mijn laatste meerdering gedaan. En ik moet nu nog... 2 steken doen voordat ik weer ga minderen. Dus dat doe ik. Ik zei dat ik terug zou komen met het besluit wat ik hier onderin zou gaan doen. Hè? Dus 2 steken en nu heb ik hier nog, even kijken hoor, nee, ik moet 3 steken doen. Dit is er ook nog 1, zie je dat? Hier komt het dubbele stokje, hier een stokje, hier een stokje. Dus hier moet nog een gewone steek, gewoon stokje. Zo. En dan 2 stokjes, dubbel stokje, 2 stokjes. Dus even mijn merkje eruit. Stokje. Stokje. 2 keer omslaan voor het
dubbele stokje die je niet afmaakt. En weer twee stokjes. 1. En 2. En die allemaal samen haken. Zo. 1 keer erdoor. Merk je erin. En nu moet ik weer haken tot 1 steek voor de volgende meerdering. Dus moet ik even kijken. Hier zit die meerdering. Hier komen er dan 2 in. Dus dat betekent dat deze 2 nog een gewoon stokje krijgen. 1. En 2. En dan komt hier weer de meerdering. En dan kun je weer gewoon gaan tellen. Of kijken naar de vorige ronde, hè, wat ik net zei. En als ik dan zo kijk, als ik dan de volgende ronde hier nog 1 keer minder, die 5 steken, dan komen die 2 meerderingen bij elkaar. En dan klopt het. Dan wordt het, denk ik, zoals ik het bedoeld heb. Geweldig. Ik haak heel die ronde weer af, totdat ik weer hier aan het begin ben. Hier. En dit stukje is nu groot genoeg om mijn knoop doorheen te kunnen laten gaan. Zie je? Dus als ik hier ben, dan sluit ik mijn ronde wel weer. En dan keer ik mijn werk. Zoals gebruikelijk. Maar goed, ik haak deze ronde af. En dan kom ik terug om dit stukje weer te laten zien. Nou, ik ben weer aan het eind van mijn ronde. Ik ben geëindigd met 2 steken in die allerlaatste steek. En nu sluit ik mijn ronde weer bovenop het allereerste stokje. Net als wat we al die tijd gedaan hebben, alleen de afgelopen ronde niet. Kijk, dan heb je hier dus een gat. En daar moet mijn knoop doorheen. En dat gaat. Tadaa! Dus jij kunt dat met jouw knoop ook zo meten, hè? Dat je dat op die manier uitprobeert. Misschien heb je een heel klein knoopje. Misschien heb je een nog veel grotere knoop. Dat je nog een ronde zou moeten doen. Kun je gewoon uitproberen. Maar nu. 1 lossen. En ik draai mijn werk weer. En ik ga mijn ronde weer gewoon haken. Dus een stokje in het eerste stokje. En de meerdering weer op de goede plek. Dus 1 steek voor de meerdering van de vorige ronde. En dan zie ik je bij middenachter weer, want daar gaat het nu een klein beetje anders. Heel klein beetje, maar we gaan nog wel de mindering doen, maar voor de meerdering, daar moeten we even opletten. Dus, ik haak tot, woehoe, deze hele stuk, dit allemaal, helemaal rond. Zo'n eind is het al. Dat is echt, oh hier is hij. Het is echt een hele grote lap. Totdat ik hier weer bij mijn merkje ben. En dat is middenachter onderin. Nou, ik heb mijn cirkel dus gehaakt tot vlakbij middenachter. Ik heb hier net mijn laatste meerdering gedaan. Ik moet nu nog 2 stokjes. En dan ben ik weer bij de 5 steken die samen moeten. Hè? 2 stokjes, dubbel stokje, 2 stokjes. En gelijk daarna zit dan de steek waar weer een meerdering moet komen. Want hier zitten die 2 in 1. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En die meerdering, die sla ik over. Doe gewoon net alsof die er niet is. Dus, ik heb hier de meerdering gedaan. Hier zit hij in de rijen voor. De steek voor de meerdering, daar zitten er 2 in. Nu moet ik nog 2 stokjes haken. En dan moet ik weer gaan samenhaken. Dus 1. En 2. En dan heb ik hier 2 steken voor die 2 stokjes. Hier het dubbele stokje en hier ook weer 2 stokjes. Dus mijn merkje gaat eruit. En ik ga die 5 steken hier weer samenhaken. 2 stokjes die je niet afmaakt. Het dubbele stokje. En ja hoor, beginnen net de vliegtuigen weer te vliegen. Nou ja, het is een tijdje rustig geweest. Nou, dit zijn de 2 stokjes. Ja, en daar dan in 1 keer doorheen. En dan kom je uit
hier het volgende. Dit zijn de twee in één, hè? Dat is de meerdering. En de steken voor zou je gelijk alweer een meerdering moeten doen, terwijl je dat hier net gedaan hebt. Dus die sla ik over. Ik haak gewoon stokjes. En pas bij de volgende meerdering, de steek voor de volgende meerdering, daar doe ik die meerdering weer in. Daar doe ik weer twee steken in één. En dan haak ik mijn cirkel af, gewoon volgens de normale meerdering. Kijk, dit ziet er hier nu zo uit. Het is bijna recht geworden. Zie je dat? Bijna. Is voldoende voor mij. Zo, dan heb je toch nog iets, maar het is vrij recht. En het rimpelt niet, het trekt niet. Hij zit gewoon goed. Nou, ik haak de rest van mijn cirkel af. Het is nu niet zo'n heel groot stuk meer tot aan het begin. En dan zie ik je daar weer terug. Oh, trouwens, dat merkje hoeft er nou niet meer in. Hebben we niet meer nodig. We gaan zo meteen de allerlaatste twee ronden doen. Net als bij de mouwen, het boord met de parelsteek en die rij vaste eromheen. Dus merkje kan eruit, niet meer nodig. Ik haak tot het eind en dan kom ik bij je terug voor de parelsteek. Nou, de één na laatste ronde. Woehoe! Eindelijk. Het is nogal een lap, hè? Ja, ik geloof dat ik dat ook al vier keer gezegd heb, maar ja, het is nou eenmaal zo. Ik heb mijn ronde gesloten en ik ben aan de goede kant van mijn werk. Dus ik ga niet keren, maar ik ga in dezelfde ronde verder. Zodat de pareltjes, net als hier bij de mouw, met de goede kant aan de goede kant zitten. Dus we beginnen weer net als bij de mouw, maar dat is al een hele tijd geleden dus. Eén los om je draad omhoog te brengen en in de steek waar je gesloten hebt, daar doe je een stokje. Zo. Omslaan, om het stokje heen, één keer, twee keer en drie keer, weet je nog? Omslaan, door alle lussen en een los om ze vast te zetten. Volgende steek overslaan en in die daarna weer het stokje. En weer je parel. Omslaan, lus ophalen, omslaan, lus ophalen, omslaan, lus ophalen. En door allemaal en lossen. En zo doe je de hele ronde zonder meerderingen, dat hoeft niet meer. Bij midden achter onderin, daar is het merkje uitgehaald, hè. Dat telt ook gewoon niet meer mee. Dat is een gewone steek geworden. Ik sla er één over en weer een stokje. En ik haak op deze manier de hele ronde. Wat ik zei, zonder meerdringen, niet moeilijk doen, is niet meer nodig. Wel is nodig om je pareltje netjes zo netjes mogelijk te maken. Volgende overslaan en in die daarna weer het stokje. Nou, ga zo rond. En dan hierna nog één ronde vaste. Kom ik ook nog voor terug. Maar ik ga deze ronde haken. Sluit mijn ronde en kom bij je terug voor de allerlaatste ronde. De ronde vaste. Nou, mijn laatste parelsteek is gemaakt. En ik sla het laatste stokje weer over. En hier aan de zijkant van de parelsteek, daar sluit ik weer mijn ronde, net als bij de mouw. En als jij dat op een andere manier hebt geleerd, is ook goed hoor. Hij moet er even in. Zo. Dat zeg ik altijd, hè? Doen op je eigen manier. Kijk zo. Nu doe ik een losse. En in de steek waar al die lusjes zitten, daarin doe ik een vaste. En in de ruimte tussen de parelsteken. In de steek met al die lusjes. En tussen de parelsteek. En zo ga je helemaal rond. En hier bij mij die roze, die losse die ik gemaakt heb. Daar sluit ik dan mijn ronde weer. Of zal ik het in die vaste doen? Ik sluit hem in die vaste. Dan valt hij er mooi overheen. Mijn laatste vaste
hier die laatste parel steek in de opening van waar die lusjes zitten, in die steek. Dan in de opening nog een vaste en dan met een halve vaste sluiten op de eerste vaste. Dan al je draadjes wegwerken. En hier was het knoopsgat, hè? Dus op het andere pand komt dan de knoop. Daarvoor trek ik mijn vest trek ik aan. En dan kijk ik hoe die valt, hoe die zit en waar dan op het andere pand de knoop moet komen te zitten. Zo wil ik het gaan doen. En dan is het vest klaar. Heel veel werk, maar ik denk dat je er een heel bijzonder model aan overhoudt. Die niet alleen met dit hele drukke, vrolijke garen van Katia kunt doen, Planet Print was het, maar met een effe kleur kan het ook. En dan krijg je een heel speels effect op de plaatsen waar de meerderingen zitten in de cirkel. Want nu zie je die niet zo goed. Je ziet ze wel een beetje, maar niet zo heel goed, omdat dit garen zo heel druk is. Maar als je het met een effe garen gaat doen, dan denk ik dat je daar een heel leuk, ja, zigzag effect in krijgt. En dan in taartpunten rondom in je vest. Dus ja, probeer het uit. Maak er wat van. En wat ik over de maat in het begin al had gezegd, hè. Speel met de cirkel. Maak hem groter, kleiner. En speel met de dikte van de haaknaald en het garen. Daar kun je ook nog mee spelen om een wat groter of een wat kleinere maat te krijgen. Maar vraag me niet hoe het moet voor kinderen of voor XXXXL. Dit vest heb ik op mijn maat gemaakt en ik heb ongeveer maat 44. En daar past die voor. Maar ik weet dus echt niet hoe het zit met andere maten. Als je dat wil weten, dan zou ik, als ik jou was, die vragen op de groep stellen. Op mijn Facebookgroep, gewoon Vonnis Creaties op Facebook, de groep. Niet mijn persoonlijke pagina, maar echt de groep Vonnis Creaties. Daar zitten heel veel hele aardige, lieve, geweldige, behulpzame mensen die elkaar echt willen helpen. Dus zit je met haakvragen over dit vest, over maten en dergelijke, dan zou ik echt daar gaan vragen. Ik kan nu wel zeggen, dit is mijn 8e bol. En dat is genoeg. 8 bollen en haaknaald nummer 5. Maar ik zet dat ook in de beschrijvingen bij, hè. En ik ga zo meteen filmen dat ik dit vest aan heb. En dat stukje zet Wiebe dan vooraan aan deze tutorial. Zodat jullie aan het begin al kunnen zien hoe of dat die is geworden. Want ja, dat wist ik aan het begin niet, hè. Ik ben gaan zitten met die twee cirkels. Dat was mijn plan. En verder had ik zoiets van, nou, komt wat tijdens het haken. Nou, en ik vind dat het gelukt is zoals ik het in mijn hoofd had. En daar ben ik echt dolblij mee, want het was heel veel werk. Ik ben er ook behoorlijk lang mee bezig geweest. Maar echt de moeite waard, vind ik, is mijn mening. Ik wens je in ieder geval heel veel haakplezier. Ik denk dat je hem nu af kunt maken, hè? Dat je die knoop, die kun je erop naaien, dat is niet zo moeilijk. Ik ga dit garen daarvoor gebruiken, zodat de houtheid, dit is bamboe geloof ik, hè? Handgemaakt bamboe, dat die vrolijker wordt door hier nog met dit garen hem vast te naaien. Dat vind ik leuk, op mijn andere pand. En ja, ik heb nog een draadje weg te naaien. Maar niet zoveel, want dat heb ik tussendoor ook steeds zitten doen. En ja, wat zal ik zeggen? Verder niks eigenlijk. Ik ga mijn ronde vast te haken. Mijn draadjes wegwerken. En mijn knoop vastzetten. En dan voor jullie showen. En dan wens ik jullie heel veel haakplezier. En ik zie je heel graag terug bij een volgende tutorial, toch?